Lastig en agressief gedrag zijn des levens, zijn van alle tijden en komen overal voor. Levende wezens zetten agressie in als een vitale kracht om gevaar of bedreiging af te wenden. Om te overleven. Om te reproduceren. Om grip en controle te krijgen op de situatie. Om een machtspositie te verwerven en af te dwingen. Lastig en agressief gedrag kunnen uiteenlopende en ingrijpende gevolgen met zich meebrengen. Visiteschade, angst, onrust, stress en gedragsproblemen. Pak lastig en agressief gedrag aan en zorg voor welzijn en veiligheid van doelgroep en collega. Sommige wezens pakken problemen systematisch aan. Zo'n aanpak is niet altijd evident en vereist overleg en beslissing. Geen makkelijke opgave. Er komt vaak zoveel bij kijken dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En soms is ernstige agressie het probleem. Als de agressie toeslaat, ligt de troep soms lam. En weten individuen niet hoe verder. Steun voor de groep en het individu is nodig. Er wordt soms gevonden. Maak een agressiebeleid. Ondersteun je team met tools, advies en begeleiding. Problemen aanpakken en oplossen hoort bij het leven. Sommige soorten leren samen van een goed voorbeeld. Zo krijgt elk lid van de groep dezelfde vaardigheden op dezelfde manier aangeleerd. Andere soorten dan weer hebben een meer persoonlijke manier van kennisoverdracht. Eén lid van een groep verwerft vitale kennis om deze later in zijn groep in te zetten. Leer omgaan met lastig en agressief gedrag. Ontdek het vormingsaanbod. Je zou het niet verwachten, maar ook dieren zetten elkaar aan tot gewenst gedrag. Sensibiliseren heet deze strategie. Sommige soorten passen de spread the word techniek toe. Anderen tonen collectief het goede voorbeeld. En weer andere soorten zetten een groep believers in. Om de boodschap in de gemeenschap te laten binnendringen. Bestel campagnemateriaal. Maak lastig en agressief gedrag bespreekbaar in jouw organisatie. Volg ons op sociale media, website, nieuwsbrief, Facebook.